Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie allemaal er zijn, komen helpen of deel willen nemen aan een open dag. Dus daar zijn we blij mee als familie. We hebben eigenlijk vandaag de open dag. Daar om 10 uur begint eigenlijk de open dag tot 4. We maken daar even een ronde in twee groepen. Doen we even het verhaal over de stallen. Iedereen hetzelfde verhaal heeft en ook weet hoe het zit. Ja, ik om 4 uur straks, dan sluit eigenlijk de open dag af. Ons bedrijf bestaat dit jaar ook 50 jaar op deze locatie. 50 jaar geleden is met de ruilverkaveling hier naartoe gekomen. Ons opa en ons pad met de hele familie. Ja, we hebben eigenlijk altijd op de oude stallen gemolken. Ja, die zijn afgelopen juli zijn alle koeien hier in een nieuwe stal gekomen. En de oude stallen zijn allemaal in gebruik voor jongvee. Op deze stal melken we nu met vier melkrobots. 240 melkkoeien, dus die robots die staan eigenlijk vol op het moment. En in juli komt eigenlijk de vijfde robot, zodat we weer rustig aan door kunnen groeien. De stal zelf heeft 372 lichtboxen. Ja, en eigenlijk in drie groepen van 120 koeien. Maar zo dadelijk als we rondlopen, komen we er wel even op terug. En ik denk als je naar de stal kijkt, wat er anders is dan op een normale stal. Dat is eigenlijk met name de constructie. Je zaagt dan daar heel open. Allemaal zeilen erin, dat je heel veel frisse, of ja, als het mooi weer is, veel frisse lucht binnen hebt. En anders toch de kou eruit kunt houden. Gietasfaltvloeren, daar is proefstalstatus. Dus gietasfaltvloer 3% afschopt. De urinegoot in het midden, de urine loopt apart weg. En alle dikke schuiven eigenlijk in de opvangput achter de stal. Ja, die zitten eigenlijk onder die RVS-kappen en onder de beton die je daar ziet liggen. Daarbij sproeien we nog ureaseremmer op de vloeren. Daar zitten allemaal sproeileidingen in. En de verlengde voerstoep die wij eigenlijk in de middelste groep hebben, waar de beugels aan het voerrek hangen. Die dingen samen zorgen eigenlijk voor dat wij een laag ammoniakuitstoot hebben. Dus dat is eigenlijk de afschot in de vloer, de gierafvoeren, die voerstoepen en die ureaseremmer. Die dingen samen zorgen daar eigenlijk voor. Ja, dan hebben we veel geautomatiseerd, melkrobots, boksen instrooien. Als er mensen daar vragen van waarom heb je alleen in de middelste groep die verlengde voerstoepen en die beugels aan het voerrek. Dat is meer gewoon om op totaal niveau van ons bedrijf, van onze stal, voor de ammoniakemissie. Dus, en het is een nieuw principe, dus hebben we het ook nog niet verder uitgerold. En gaan we daar nou gewoon in eerste instantie, is dat gewoon alleen in de middelste groep. En misschien nog de zonnepanelen, dat is ook nog iets wat je niet overal terug ziet. Het is gewoon een glaspaneel, dus er zit geen dak onder. Er zit 10% licht komt erdoor, maar ze hebben wel gewoon 400 watt piek. Dus ze zijn wel gewoon volledige panelen, zeg maar. Alleen maar geen gas meer in de stal. Ja, en alles hebben we de stroom, dat is zelfvoorzienend op jaarbasis. Dat was een voorproef voor de volgende, voor de vijfde. We houden er al bij, dankjewel. Nou heb je er al vijf en nog eentje. Ik hoop dat die regelmatig komt, maar niet te vaak. Als onderhoud, hè? Ja, precies. Ja, dan gaan we ronden maken. Ja. Dan in twee groepen. Ja. Onze Bas die gaat. We hebben overal kaartjes hebben bijgehangen, dat ze weten hoe het zit. Of in grote lijnen, maar dat wij hier de meeste vragen kunnen beantwoorden. Dan eigenlijk als we hier vooraan beginnen. Een stuk van de vloer zuiver. Er komen ook geen koeien vandaag. Dus dat is eigenlijk die vloer wat ik net aangaf. Dat zorgt eigenlijk voor doordat we die dingen allemaal samen hebben gestapeld en vergund hebben gekregen. Hebben we deze stal kunnen bouwen. Want je moet ergens je ammoniak vandaan halen en reduceren. En eigenlijk is dat puur voor de ammoniak. Voor de koeien lopen heel goed op die asfalt. Maar het is die combinatie van die 3% afschot met die giergoot, de ureaseremmer die we sproeien. En daar die grote voerstoepen, dat maakt eigenlijk die ammoniakreductie. En dat staat ook eigenlijk op dat kaartje, staat er uitgeschreven. Ja, dus dat staat er eigenlijk bij. Dat staat bijvoorbeeld bij de ingang, staat dat erbij. Daar staan die grote voerstoepen, staat een kaartje bij, staat allemaal uitgelegd. Voor de kinderen hebben we eigenlijk daar loopt nog een quiz rond, daar hangen over die kaartjes. Ja, en als ze nou niet weten, je kunt altijd even helpen of
Ja, ik heb de antwoorden. Weet ik die jou wel ergens. Maar de meeste zal je wel weten als het goed is. Als vraagje, maar. Dus we hebben, we hebben drie groepen koeien. Ze, eigenlijk ze na kalven komen ze aan die kant beginnen ze. De eerste groep. En dan gaan ze eigenlijk als ze de dagen 60 dagen gekalfd hebben, komen ze eigenlijk naar de volgende groep toe. Hier melken wij alle hoogproductieve koeien. En dan eigenlijk als ze drachtig zijn en minder gaan geven, komen ze in deze groep terecht. Dus zo zijn eigenlijk die groepen opgedeeld. Bij de robot zelf staat de grindfan eigenlijk de hele dag bij. Dus daar vooral zullen hun grotendeels doen. Net als lukt ook aan die zonnepanelen eigenlijk vooral om veel licht in de stal te krijgen. En een stuk om het dak uit te sparen. En die zeilen die je allemaal hier tegenaan kijkt, die gaan allemaal van vanaf het weer open en dicht. Dus als het warm is, dan gaan ze open. Dan houdt die rekening met de wind. Dus als de wind achterwaait, dan gaat de zijkant bijvoorbeeld wel open, maar de achterkant nog niet. En als het regent, gaan die ook dicht. Dus dat wordt allemaal automatisch gestuurd. Ja, en dat dak is puur om extra veel lucht in laten krijgen in de zomer. Dat wij veel lucht in de stal krijgen. De koeien liggen, die boksen, dat is gedroogde mest waar ze op liggen. Dus dat is gewoon om een zacht lichtbed te creëren en om ook een stuk dat je niet allemaal zaagsel aan hoeft te kopen of allemaal stro uit Frankrijk hoeft te halen. Dat je dat gewoon op eigen bedrijf hebt. Dus dat is een stuk voor het comfort van de koeien. Ja, dan hebben we allemaal koeborstels om de hele dag te borstelen. Elke groep heeft er twee. Heel veel waterbakken, daar ze altijd water kunnen. Heel veel voerplaatsen, daar ze altijd kunnen eten. Die kabels en die ketting die aan het dak hangt. Daar hangt ook een kaartje op, dat is eigenlijk een ammoniakmeter. Dus wij moeten altijd ammoniak. Dat is waarom wij hier die verlengde voerstroep wel hebben en daar niet. Tenminste, dat vragen Robbie vroeger, maar dat vragen wel heel veel mensen altijd. En dat is puur door dat in die middelste groep te doen. Hebben wij op de totale stal gemiddeld die ammoniakuitstoot laag genoeg gekregen. En omdat dat nieuw is en wij ook niet wisten of het goed ging functioneren of niet, dat hebben we gezegd, doen we dat alleen in de middelste groep. Maar het functioneert eigenlijk heel goed. De koeien zijn heel rustig. Als die staan te eten, worden nooit geduwd. Als je gaat jagen, blijven alle koeien staan. Iemand ooit iets van die lamp of zo? Daar is eigenlijk gewoon één lijn, zijn allemaal in elkaar geklikt. En dat is eigenlijk gewoon, het is allemaal ledlicht. Ja, gewoon helder licht voor de koeien en voor onszelf. Maar vooral qua montage, heel makkelijk systeem was dat. En zeker omdat wij die constructie zo hebben lopen. Dus, is eigenlijk de stal redelijk duidelijk hoe het hier binnen zit. Hierachter zitten allemaal onder die kappen, zitten alle aandrijvingen achter. Dus er zitten allemaal touwen aan de schuiven. Die trekken eigenlijk alle mest naar achteren. En onder die grote kappen, daar zit eigenlijk de afstorten. Dus hier waar je die losse platen liggen, hier zit ondiepe put. Een zo breed buitenkant muren van is die platen. Die is 70 diep en we trekken alle mest. Zit op die achterste kap en op die kap zitten weer twee aandrijvingen. Trekken we alle mest naar die put die op de kopse kant zit toe. Alleen de dikke mest. Ja, en urine loopt allemaal door de voor een buis en achter een buis. Die loopt apart hier naar de put die aan de zijkant. Dan hebben wij de box in. Boksinstrooier, dus hierboven staat de mestscheider. We hebben hier een trap, we hebben een kettingje zitten, waardoor niet iedereen naar boven gaat lopen, want dat kan qua veiligheid niet. Kunnen ze eigenlijk vanuit het voerpad kunnen ze wel. En de boksstrooier, die zal daar ook wel af en toe weer in gaan strooien. Die doet hier vullen en doet eigenlijk elke box twee keer per dag een dun laagje strooisel in laten vallen. En dan droogt hij eigenlijk meteen op en dan heb je eigenlijk een mooi zacht lichtbed. Ja, en deze ruimte is eigenlijk onderkelderd. Daar zit eigenlijk de dikke mest in van die we achter allemaal wegschuiven. En dan zie je hier eigenlijk aan de linkerkant hangt ook wel een bordje bij. Eigenlijk vanaf hier. En hier zit de put onder die erfrading tot daar dat zuiggat. Daar vangen we alle urine op. Ja. En de opslag van de mest gebeurt eigenlijk in de mestsilo's die hier achter liggen. Dus dat is eigenlijk puur de voorraad voor een korte tijd, voor een week of zo, denk ik ongeveer dat we. Wij voeren op de robots eigenlijk twee soorten brok. Eigenlijk gewoon een productiebrok. Nou, vanaf dat ze melk geven, krijgen ze meer brok of minder brok.
En dan voeren we een eiwitbrok, ja, om het, eigenlijk het rantsoen in balans te brengen. En om die koeien wat te lokken, dat ook een koe die wat minder melk heeft, toch naar de robot blijft lopen. Dus daar is ook, ja, dat is met name die laagproductieve boeren daarom, en zorgen dat alles in balans is. Hier binnen, maar dat staat er in principe op, hier binnen zit nog, staan alle emmers en zo, hebben we alles separaat, alle biesmelk. Die gaat eigenlijk naar de kalver daar. Hier zit in principe alles jongvee. Ja, die pompt eigenlijk de melk in de juiste emmer inderdaad. Ja, dus ja, en dan daar de omvormers hebben de gangen van de zonnepanelen, de indeling. Dus dan zijn jullie allemaal op de hoogte als het goed is. Meneer Aerts, gefeliciteerd, want het is, uw zonen zijn in de voetsporen van pa gegaan. Hoe lang is het geleden dat meneer Aerts dit bedrijf is gestart? Dankjewel. Ja, het wordt eigenlijk doorgezet door de zonen, wordt het bedrijf doorgezet. Daarom hebben we ook een nieuwe stal gebouwd voor de toekomst dat het allemaal door kan. We zijn nou op deze locatie zijn we 50 jaar bezig. In 1973 zijn we hier gekomen met de ruilverkaveling. Dat is nou 50 jaar geleden. Dus we hebben dit nou feest. Het is wel een echte metamorfose, als ik mag zeggen. Hè? Van oude koeienstallen tot high-tech technologie. Wat hier is toegepast. Nou ja, we hebben best lang met de oude stallen doorgedaan. De nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk in de stal erin te verweven. Dat we echt voor de toekomst weer verder kunnen. Als het goed is, hebben we overal goed over nagedacht. Alleen dat moeten we nou de komende jaren blijken dat ook zo is gebeurd. Nou, ik ben er voorstander voor dat Nederland zelfvoorzienend is omtrent zijn voedselvoorzieningen. Want zie de oorlog in Oekraïne, dan heb je de kans dat de grenzen worden gesloten. Nou, dan hebben wij nog altijd lekkere melk van jullie, neem ik aan. Ja, dat is de bedoeling, dat de voedselproductie gewoon doorgaat. Dat we zeker niet afhankelijk worden van andere landen, dat is heel belangrijk. En dan voor alles rendabel te maken moet je altijd wat exporteren, dan kun je toch makkelijker het bedrijf rondzetten. Oké, okay. Meneer Aerts, bedankt. Ik ga even verder kijken en probeer iemand anders nog eventjes voor de lens te krijgen. Helemaal goed, dankjewel. Succes met de open dag. Dankjewel. Jolanda, gefeliciteerd met 50 jaar bedrijvigheid hier in Heusden. Ja, dankjewel. De bedrijvigheid bestaat uit koeien. Ja. Wij, 50 jaar geleden zijn Tons en ouders zijn met de ruilverkaveling vanuit Liesel hier naar Heusden gekomen. Er was hier helemaal niks. Die zijn helemaal met niets hier opnieuw gestart. En wij vieren vandaag dat wij 50 jaar bestaan op de Broekstraat. En wij vieren vandaag dat wij een nieuwe koeienstal hebben gebouwd die helemaal up-to-date is en voldoet aan alle wensen en eisen voor de toekomst. En daar zijn wij super trots op. Ik zie achter jou een hele collage van foto's van de eerste foto die gemaakt is hier 50 jaar geleden. Ja. Linksboven. Ja, onze ouders daarboven, de hele familie, onze vader, de bouw van een nieuwe stal. Dit is de stal. Ja, zo is hij verder een beetje in de rondte. En aan de andere kant zie je dat Rob Fritsen met zijn drone hier de nieuwe stal gefotografeerd heeft. Zonnepanelen op het dak, zaagtandak. Een stal die een stuk lager is als wanneer we een zadeldak hadden gemaakt. Zonnepanelen hier, hoe licht en ruimtelijk en open onze nieuwe stal is. Dit is de laatste keer dat Ton in de melkstal met de hand gemolken heeft. Ja, nu zijn wij met z'n tweeën voor het nieuwe rek. Ons gezin, ons hele gezin en onze twee opvolgers, Luc en Bas. En wat gaat Jolanda met partner nu doen? Rentenieren in Zuid-Frankrijk? Nou of? Ja, dat zou ik wel heel graag willen, maar dat zal niet zijn. Ik blijf gewoon hier bij hand- en spandiensten verlenen. En ondertussen doe ik en ga ik nog meer doen als vrijwilliger binnen Sieres. Inderdaad, voor Sier is ook weer een goede aanvulling. Ja, nou dat hoop ik. Want waarom niet hebben ze over tekort aan vrijwilligers. Ja.
Jolanda, je hebt het goed uitgelegd. Ik vind het heel mooi. Ik ga nog even een rondje doen. Graag. En chapeau voor je zonen, want die hebben het net zojuist zo goed uitgelegd allemaal. Nou, dus, fijn. Wij willen een voorbeeld zijn voor iedereen. Ja, wij zijn gewoon trots op wat wij gebouwd hebben. We hebben er lang over gedaan. Met veel mensen, maar we gaan er gewoon helemaal voor. Nogmaals, gefeliciteerd. Dankjewel. Meneer, waar ben je aan het kijken? Ik ben aan het kijken naar mijn vriendjes, de roofvlieg. En wat is een roofvlieg? Een roofvlieg is de natuurlijke vijand van de kamervlieg, stalvlieg. En die gebruiken wij voor het bestrijden van de gewone vlieg. Die zetten wij uit bij mijn klanten. Oh, superleuk. Maar horen die ook bij koeien? Die hoor ik zeker bij koeien. Roofvliegen kun je gebruiken bij overal waar drijfmest is. Dus zijn overal inzetbaar, dus ook op een melkveebedrijf. Ja. En waarom ben je daar naar aan het kijken? Even kijken of ze er goed bij liggen voor de gasten die erin geïnteresseerd zijn. Ja, jij bent een beetje klein, je kunt er niet bij, maar anders dan, had je ook kunnen kijken. Daar zit hij. Zie het. En zijn dit ook roofvliegen? Dit zijn ook roofvliegen, ja. Kijk maar. Volwassen roofvliegen. Hebben we daar een beetje suiker in zitten, dan kunnen ze ook wat eten. En dan kunnen mensen kijken wat voor vlieg het is. Hij is ook een beetje kleiner dan een gewone vlieg, hè? Zie je dat? Maar is die kleine een kinderroofvliegje of niet? Zeg je? Is dat kleine roofvlieg? Ja, die kleine is een roofvlieg, ja. Maar is dat ook een kindje? Want hier staan volwassen. Ja, maar dat is ook een volwassen roofvlieg. Het zijn allemaal volwassen roofvliegen, zie je dat? Kijk maar, hier kun je ze heel goed zien. Dat zijn de larven, de kindjes van de roofvlieg. En weet je wat die larven doen? Nee. Die vreten de larven van de gewone vliegen, waar de koeien last van hebben. Daar gaan zij op jacht naar. Dit larfje heeft echt een bek, die kan bijten. Dus daar eet hij van. Dus die moeten genoeg in de mes zitten, dan heb je ook minder vliegen. Dat is de kunst. En wat is daar voor spul dat erbij ligt? Oh, dat is een beetje voeding. Kijk maar. Daar kunnen ze een beetje tussendoor kruipen. Een soort substraat noemen we dat. Want ze moeten natuurlijk wel even kunnen leven hier vandaag, hè? Ja. Dat doen ze vanavond wel in de mist. Nou, nog veel plezier. Ik vind dat jij een goede interviewer bent. Dankjewel. De Laval. De Laval, waar staat dat voor? Dulleval. Wij zijn een dealer van Dulleval. Dulleval is een merk melkinstallaties uit Zweden. En wij verkopen hier in de regio de melksystemen die ze hier ook hebben. Dus de melkrobots. De agrariër met de koeien is jullie klant? Ja, dus de melkveehouders zijn onze klanten. En dan verkopen wij dan melkrobots of melkstallen aan en stalinrichting. Eigenlijk alles wat er in de stal zit, verkopen wij als van grensven. En buiten melkkoeien, hebben jullie ook nog andere apparatuur voor andere soorten dieren? Geiten en buffels. Maar waterbuffels zijn eigenlijk ook soort koeien natuurlijk. Maar wij doen verder niets met varkens of kippen. Het is echt puur de melkgevende dieren. Ik hoorde, het merk komt uit Zweden. Ja. Is het een wereldmerk? Ja, het is wereldwijd. Dus eigenlijk in ieder land verkopen ze het. Over de hele wereld. Van China tot Amerika, van Australië tot vuurland, laat maar zeggen. Ja, overal. Wat ga je de mensen vertellen als ze hier komen? We verkopen dus de melkrobots die ze hier hebben. Dus dan gaan we uitleggen wat deze doen en hoe ze werken. En interesse wekken voor klanten die daar ook mee bezig zijn om te kijken naar een nieuwe installatie. En bij deze stand gaan we kijken of we wat vacatures kunnen invullen. Ze zijn op zoek naar nieuwe monteurs en vertegenwoordiger. Dus ook de interesse bij mensen werken die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Ja, want ik zie met grote koeienletters, wij zoeken jou. Ja. Dus ik ben ook welkom. Maar zeker. Dan ben ik technisch al 65 geweest. Ja, nou, als je interesse hebt en technisch onderlegd bent, dan is iedereen welkom om in ieder geval een keer op gesprek te komen. En dan kunnen we kijken waar het toe leidt. Mijn vrouw zegt altijd, je hebt twee linkerhanden, die kunnen jullie twee rechter van maken. Nou, dat wordt misschien wel lastig. Het moet wel een beetje technisch onderlegd zijn. Dat is wel het makkelijkste, want het is een hele technische baan die we hebben. Dus iemand die technisch is en iets met de agrarische sector heeft, die is zeker welkom.
Oké, ik ga een nachtje over slapen en wie weet zie je mij een keer terug. Nou, de koffiekomen mag altijd. We staan hier bij Geerling Advies. En waarom staat Geerling Advies hier bij Aardse Melkhouderij? Op deze open dag hebben wij medewerking gedaan om de stal te tekenen. Het bedrijf heeft een nieuwe stal gebouwd, zeg maar. Daar moet een tekening voor gemaakt worden die uiteindelijk van belang is voor de vergunning. En de vergunning moet uiteindelijk naar de gemeente gebracht worden. En uiteindelijk als die verleend wordt, komt er een stempel onder. En dan mag het bedrijf beginnen met het bouwen van de nieuwe stal. En wij zitten dus heel erg in het ontwerp, het ideefase en het ontwikkelen van nieuwe stalsystemen die wij kunnen doen. Dus jullie begeleiden de boer van begin van de tekening tot eindopleiding? Eigenlijk afhankelijk van de keuzes van de boer natuurlijk. Wij kunnen dus het traject begeleiden van het eerste idee tot en met het opleveren van de stal. Maar natuurlijk, dat hoeft niet. Iedereen maakt daar zijn eigen keuze en afweging in. Maar meestal is het inderdaad het ontwerp, het idee. En dan wordt het op tekening gewerkt en dan wordt er een uitwerking gedaan voor de vergunningsaanvraag bij de gemeente. Dus vergunningen en alles wordt ook door jullie geregeld? Ja, wij zorgen eigenlijk dat de vergunning uiteindelijk ook bij de gemeente komt en uiteindelijk verleend wordt. En gaat er heel vaak wordt er vanuit de gemeente van allerlei vragen gesteld van waarom en hoe. En kun je dat nog eens nader toelichten van het idee waarom je dat zo wil uitvoeren. Dus dat zijn altijd... En dit project van Aardse Melkveehouderij... Is dit de crème de la crème wat we hier zien, het laatste nieuws, de noviteiten? Qua noviteiten is dit inderdaad wel een vooruitstrevende ontwikkeling. Je ziet hier de combinatie van duurzaamheid, dus de stroom opmaken op het dak. Hè. Dus de zonnepanelen die op het dak liggen, die we de stroomvoorziening verzorgen. Je ziet emissiereducerende systemen in de stal die eigenlijk zo nieuw zijn dat ze eigenlijk hier ook nog bemeten moeten worden. Ook dat begint met een idee. Op het moment dat het idee zover is, moet het systeem ontwikkeld worden en dat moet dan uiteindelijk gemaakt worden. En dan echt bepaald worden van hoeveel ammoniak komt daar nou bij vrij. Het schijnt wel echt interessant te zijn voor vele mensen. Ik heb gehoord, de burgemeester gaat komen. Zijn er nog mensen die van de overheidswegen nog gaan komen? Ik weet zeker dat ook nog raadsleden van de gemeente gaan komen om daar in ieder geval ook te kijken. Want iedereen is daar natuurlijk benieuwd naar hoe dat komt te staan, zeg maar, en hoe dat eruit ziet. En uiteindelijk is dit wel een bedrijf waar het een mooie uitstraling heeft, zeg maar. En dat is ook voor de gemeente van belang. Die willen ook liefst een bedrijf hebben wat er goed en verzorgd uitziet. Bedankt dat wij hier mochten zijn en dat u tekst en uitleg heeft gegeven. En even voor de camera wilde komen. Dank u wel. Graag gedaan hoor. Heer, mag ik jullie even staan? Ja, natuurlijk. Ik heb ooit in een ballon van jullie gezeten. Oh, wat leuk. En wanneer was dat? Dat was denk ik afgelopen lente. Oké. Okay. En was dat omdat jouw vader en moeder misschien thuis een bedrijf hadden? Ja, zeker. Oké. Okay. En wat voor bedrijf hebben jouw vader en moeder? Een paardenbedrijf. Oké. Okay. En wil je later ook misschien in een bedrijf iets gaan doen? Zeker. Ik wil die over gaan nemen. Oké. Okay. Ja, dat klinkt leuk. Maar voor je van de ballonvaart? Leuk. Nou goed, ik zou op zich ook nog een keer de ballon varen. Maar ja, ABAP heeft ieder jaar een ballonvaart, dus wie weet... Mag je nog een keer mee? Ja, maar waarom staan jullie hier bij het bedrijf? Nou, wij staan hier met het bedrijf. ABAP verzorgt administraties. Hè, maar wij zorgen ook inderdaad voor advisering. En dit bedrijf heeft een heel mooi melkveebedrijf inderdaad. En er moeten heel veel zaken geregeld worden op administratief en fiscaal gebied. En daarom willen wij graag hier staan. Want de nieuwe ondernemers, Bas en Luc, ja, die willen wij graag naar de toekomst helpen. Waarom ben jij hier? Ik ben hier samen met Jeroen. Ik ben bij dit bedrijf de betrokken belastingadviseur. Ieder bedrijf moet belasting betalen. En wil het bedrijf die wil daarin geadviseerd worden. En daarom kom ik hier ook een keer kijken hoe het bedrijf hier eruit ziet. Nou, dan nog veel succes. Dankjewel. Jij ook. Ga je nog meer mensen interviewen hier? Ja. Iedereen? Niet iedereen, maar wel veel. Oké. Ja, nou succes ook. Jullie ook. Hallo dames, is het lekker? Ja, het is heel lekker. Al die cabineproducten, heb je zelf al wat geproefd? Nee, nog niet. Wil je nog wel iets proeven? Oké, is goed. Wat denk je dat lekker is? Jullie mogen kiezen. Mogen wij kiezen? Oké. Dan kies ik voor jou... deze, denk ik. Dat is pudding met
frambozen erin. Klinkt heel lekker. Ja, ik denk dat hij ook heel lekker is. Ik heb hem zelf nog niet geproefd, maar dan laat ik jou proeven. Oké. Okay. Ja? Ja. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Ik ga eens proeven. Dit is super lekker. Super lekker? Nou, fijn. Dan maak je het lekker helemaal op. Dankjewel. Ja. Doei, doei. Doei. Hoi. Is het leuk hier? Ja. Waarom ben jij hier? Om te kijken naar de nieuwe stallen en andere dingen. Superleuk, hè? Ja. Wat heb jij in je hand? De speurtocht. En bij welke vraag ben je? Vraag 8. Oh, en is het een beetje makkelijk? Ja. Nou, nog veel succes, hè? Ja. Doei. Doei. Hoi, is het leuk? Jazeker. En heb je al de speurtocht gedaan? Nee, nog niet. Maar ga hem denk ik wel doen dadelijk. En heb je al op veel plekken geweest? Nee, ik ben net binnen, maar ik vind het wel leuk. Moet je daar in die tent ook eens kijken, daar is het ook superleuk. Ja? En interessant. Ga ik zeker doen, dankjewel. En nog veel plezier. Ja, jij ook.